Dit typisch Amsterdam straatbeeld zien Belia en Jesse dagelijks. Want zij wonen hier met hun gezin in een voormalige school. Waar de buren de gymzaal als woning hebben, is dat voor hen een voormalig klaslokaal. Welkom. Kom binnen in ons huis. Wat is het? 4 jaar geleden met dit project begonnen. Toen een vriendje van ons de mogelijkheid kreeg om via zijn bedrijf een aantal scholen te kopen. We zijn hier in het voormalige klaslokaal. Het schilderij wat daar hangt is ongeveer waar het schoolbord hing. Het is natuurlijk een droom om dan in een schoollokaal in Amsterdam met een tuin te wonen. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon een beetje te mooi om waar te zijn. Het is niet een standaard huis, dus met standaard vormgeving. Maar je hebt daar juist de mogelijkheid om er een eigen draai aan te geven. Uiteindelijk wil je wel een woonkamer, een keuken en slaapkamers. En wil je best wel de standaard dingen die iedereen wil in een huis. Maar dat kan je, ja, dan heb je toch net wat meer ruimte om dat in je eigen ja, het voelt bijna als echt je eigen huis bouwen. Nou, hier komen we dus in de gangzone. De oude gang van de school, waar de kinderen hun jassen aan de kapstokken hingen. De vloer was hier een stuk lager, dus je kon niet naar buiten kijken. En dat is ook een van de redenen waarom hier de vloer hoger is. Zodat we gewoon, als we in de woonkamer zijn, ook naar buiten kunnen kijken. En de kinderen vinden dit echt een heel leuk plekje om te verstoppen. Of als ze boos zijn, dan gaan ze daar boos zitten zijn. Dat is echt heel grappig. Geven graag dinertjes voor vrienden of gewoon de buren die zomaar even voorbij komen. Ja, dat is toch allemaal wat hier rond de keuken gebeurt. Sta ik meestal aan deze kant en dan staan de mensen aan die kant een glas wijn te drinken. Als je je keuken zo in het midden van het huis plaatst, dan moet je ook wat met een afzuigkap. En dat zijn vaak hele grote, lompe, lelijke apparaten. Zo ook hier, want er moest een enorm motorhuis op komen. Nou, helemaal aan de aarde bewogen om dat daar vanaf te krijgen. En ja, dan heb je uiteindelijk wel een ranke, een mooie afzuigkap. Nu komen we eigenlijk in het derde deel van het huis, de uitbouw. Ook de lichtste ruimte eigenlijk en waar we eten. En eigenlijk alles doen aan deze enorme tafel. En dit is het nieuwbouwgedeelte. Dus we hebben daar het oude klaslokaal en de woonkamer in de gangzone gemaakt. En dit hebben we echt nieuw aangebouwd. We vonden het heel belangrijk om hier veel licht te hebben. Dus de zuidkant met een daklicht erin. We vonden het aardig dat zeg maar, het deel waar het licht uitkomt, dat overdag dat daglicht is. En dan 's avonds van dezelfde plek het kunstlicht komt. Dus vandaar dat we al die lampen zo in dat gat hebben gehangen. Nou ja, omdat we natuurlijk steeds omhoog gaan, eigenlijk met de vloer hier in het huis, hebben we ook hieronder lades kunnen maken. En dat is echt ontzettend handig, want al het speelgoed van de kinderen kan mooi weggewerkt worden, zal ik maar zeggen. En ja, ook onze buurkinderen weten precies in welke lades ze moeten zijn voor de Barbies of de auto's of de dieren, want dat is allemaal zo in de bakken verdeeld. Alles in het huis was eigenlijk niet bepaald. Waar komt de trap, waar komt de woonkamer, waar komt de keuken? Dus ja, daar hebben we natuurlijk enorm over nagedacht. En de architect zei, je moet echt een gebaar maken met die trap. En uiteindelijk heeft ze bedacht om hem op pootjes te plaatsen. En daardoor krijgt hij net wat lucht en ja, klopt hij ineens precies. En het leuke is dat hier dus het hout loopt over in de muur en draait dan hier om de leuning heen en loopt helemaal door hier. En dat is wel een heel gaaf effect. Nou, vanuit de hal zijn er 4 slaapkamers waar je naartoe kan. Dit is de kamer van Tijn, mijn zoon. En die ook weer eigenlijk verhoogd is, net als beneden, ook vanwege de ramen die hoger zitten. Het zijn hele kleine kamertjes, maakte ik me wel eerst een beetje zorgen over. Ik dacht, de kinderen die kunnen helemaal, ja, wordt dat dan leuk, zo'n inimini kamer? Maar het is
echt ruimschoots genoeg. Nou, dit is de hoogslaper van Tijn. Op het dak eigenlijk van de badkamer zit het. En dit is echt Tijn zijn domein. Als er vriendjes komen logeren, is het natuurlijk het allerleukste plekje van zijn kamer. Nou, naast Tijns kamer is Liv's kamer. En dan hebben we natuurlijk hier de badkamer. En hier heeft Jesse met zijn vader enorm zitten klussen om het wasrek, maar ook de verlichting en de kraan helemaal in koperen leidingen te maken. Nou, dit is onze slaapkamer. We hebben geprobeerd er echt een hotelkamertje van te maken. Met mooi behang en sprei. Echt een beetje een klassieke hotelkamer. Dat leek mij leuk. Een hele grote kastenwand, helemaal tot aan het plafond. Als je heel goed kijkt, dan zie je in het behang nog een afscheiding. Daar zit nog een berg op. En je voelt ook wel echt nog het klaslokaal hier. Omdat de ramen van het oude klaslokaal zijn. Jij zegt bijna elke dag, maar misschien wel echt elke dag, dat het zo lekker is om hier te wonen. We wonen hier zo fijn, zeg je dan als je whatever, de trap afkomt of de tuin inloopt of whatever. We wonen hier zo fijn. Als je binnenkomt, ik weet niet. Ik vind het ook nog altijd dat je denkt, we wonen hier gewoon. Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, want we hebben het tegelijk met alle buren gedaan. Maar Belia zegt elke keer wel dat wij de mooiste hebben van de buren. Zegt hij dus.